Welkom allemaal. Wat fijn dat jullie weer kijken naar nieuwe debatmeester van KCR. We gaan het vandaag hebben over gelijke kansen en hoe kunst- en cultuureducatie kunnen bijdragen aan gelijke kansen voor leerlingen op school. Wat kun je als docent of begeleider of maker doen? Wanneer werkt het? Maar ook wanneer werkt het niet? Mijn naam is Hasna Elmaroudi en ik leid vandaag het gesprek. We gaan vandaag op zoek naar de best practices, waarbij kunst- en cultuuronderwijs bijdraagt aan kansengelijkheid. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met een aantal deskundigen. En aan hen zal ik de vraag gaan voorleggen wat docenten en makers al doen om juist die achterstand tegen te gaan. Ook wil ik natuurlijk achterhalen wat we kunnen leren van deze voorbeelden en hoe we cultuuronderwijs tot een sterk instrument kunnen maken om kansengelijkheid te gaan bevorderen. We maken vandaag gebruik van Slido. En zo kunnen jullie thuis ook met ons meepraten. Op Slido kunnen jullie vragen stellen aan ons, maar jullie kunnen ook antwoord geven op de vragen die wij aan jullie zullen stellen. Ga hiervoor op je mobiel naar slido.com. En zo kun je tegelijkertijd meekijken via je tablet of je computer, terwijl je antwoord geeft of vragen stelt via je mobiel. Op je mobiel op slido.com vul je na de hashtag in KCR-debat. KCR-debat. KCR met de hoofdletter. En de D van debat ook. Naast mij zit dokter Natasja Notte. Zij is vandaag onze chambre de réflexion. En vanuit haar achtergrond als wetenschappelijk onderzoeker en socioloog heeft zij een expertise opgebouwd op het gebied van sociale ongelijkheid. In haar werk staan actuele maatschappelijke vraagstukken centraal, maar ook de intergenerationele overdracht van ongelijke achterstand. Vanuit haar onderzoeksbureau Gelijkschap verzamelt en vertaalt zij kennis en voor en naar de praktijk. Welkom Natasja, fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn. Voordat we dieper ingaan op het thema, ook met jou Natasja, willen we eigenlijk al meteen de kijkers een vraag stellen. Ik hoop dat jullie inmiddels toegang hebben tot slido.com. Hebben jullie dat niet, doe dat dan vooral nu. En de vraag die we aan jullie willen voorstellen is, wat betekent kansenongelijkheid voor jou? Wat betekent kansengelijkheid voor jou? Het zou mooi zijn als jullie in één woord antwoord kunnen geven op de vraag, wat betekent kansengelijkheid voor jou? Dan verschijnt dat straks heel prachtig hier bij ons op beeld. En dan kunnen we dat ook weer meenemen in het gesprek. Natasja, terwijl de kijkers thuis Slido activeren en antwoord geven op de vraag, wilde ik wel meteen om met jou de diepte induiken. Ik weet nog wel dat toen ik opgroeide hier in Rotterdam, dat kansengelijkheid of kansenongelijkheid niet echt een thema was. Niet echt een issue was wat veel besproken werd. Maar de laatste tijd zien we het op heel veel verschillende plekken terug. Denk alleen al aan de televisieprogramma Klassen. Waar komt dat door? Heb je daar enig idee van waarom het nu zo in de spotlight staat? Nou, voor mij is het natuurlijk al heel lang een thema wat in de spotlight staat. En voor meer mensen ook. Ik denk dat het, het is de afgelopen jaren denk ik steeds meer zichtbaar geworden ook. Dat die kloof er is. Dat die ongelijke kansen er zijn. Dus het is steeds zichtbaarder geworden. Mm-hmm. De kloof is ook niet kleiner geworden. Hè? Dus daar, hij blijft heel hardnekkig aanwezig. En we zien nu natuurlijk het afgelopen jaar of anderhalf jaar door de corona. Dat het ook echt, we zien echt een vergroting van de ongelijkheid. Ook van, hè? Dus steeds minder, echt minder gelijke kansen. En ik denk een van de belangrijkste dingen die er gebeurd is, ook het afgelopen jaar, voor afgelopen anderhalf jaar, is dat op het moment dat de scholen dicht gingen, was het voor iedereen denk ik ook zichtbaar wat dat betekent, mm-hmm. Ongelijke kansen. Door het thuisonderwijs was het gelijk eigenlijk voor iedereen in Nederland zichtbaar wat dat nou eigenlijk betekent. Ja, want dat is denk ik, misschien moeten we wel even een stapje terugzetten en eerst even bespreken wat dat nou eigenlijk is, die kansenongelijkheid of kansengelijkheid. Maar hoe wordt dat dan zichtbaar? Nou, wat je ziet is dat, wat jij zegt, jij bent hier opgegroeid in een bepaalde wijk, in een bepaalde buurt, in een bepaald gezin. Nou, en waar je opgroeit, dat wil wat zeggen wat je meekrijgt aan hulpbronnen, noemen we dat ook wel. En daar heb je profijt van in de rest van je leven. Mm-hmm. Nou, is het zo dat sommige kinderen groeien op in gezinnen waar heel veel hulpbronnen zijn. Dus daar is veel kennis, zijn veel sociale contacten, er zijn veel materiële bezittingen. Maar in sommige gezinnen is dat niet het geval. En wanneer dat thuis niet het geval is, dan moet je dus kijken hoe je dan gaat redden zeg maar, in de samenleving. Mm-hmm. Dus dan heb je dus eigenlijk al minder kansen dan wanneer je opgroeit in een gezin waar dat wel aanwezig is. Nou, doordat gezinnen waar minder hulpbronnen of minder kansen zijn, vaak ook wonen in wijken waar minder voorzieningen zijn, dus in omgevingen waar ook minder kansen zijn, wordt dat in stand gehouden en zelfs vaak ook nog versterkt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk kansongelijkheid. Hè, is dat je dus ergens, je wordt ergens geboren, je krijgt van huis uit wel of niet bepaalde hulpbronnen of kansen mee. Mm-hmm. En die zijn heel sterk
ongelijk verdeeld. Ja. Ja, en als we het dan over hulpbronnen hebben, ik ga wel staan, dan loop ik zo naar het scherm om te kijken wat er allemaal al beantwoord is via Slido. Maar als we het over hulpbronnen hebben en ik denk aan de coronacrisis en het thuiszitten. Wat we hier in Rotterdam bijvoorbeeld veel zagen is dat er leerlingen waren die simpelweg niet mee konden doen met de lessen omdat ze bijvoorbeeld geen laptops hadden. Juist. Nou, dat is een heel concreet hulpbron, maar waar denk jij nog meer aan? Nou, hulpbronnen kan ook gaan over dat ouders ook weten hoe je bijvoorbeeld kinderen kunt begeleiden bij het huiswerk, bij het thuisonderwijs bijvoorbeeld. Hè, wat er gevraagd wordt, wat de bedoeling is. Of wat je ook van docenten mag verwachten als ouder. Mm-hmm. Hulpbron is ook bijvoorbeeld de contacten die ouders hebben. Hè. Misschien kennen ze wel iemand die dan net wel een beetje kan helpen. Of hun zoon of dochter aan de stageplek kan helpen. Hè, dat zijn ook allemaal hulpbronnen. Ja. En of dat er bijvoorbeeld wel genoeg ruimte in huis is. Hè. Is er voor alle kinderen een eigen kamer? Of moeten meerdere kinderen één kamer delen, waardoor het wat drukker is? En dan is het lastig als je gewoon je huiswerk moet maken of je wil concentreren. Dus dat zijn allemaal soorten hulpbronnen. Ja. Dan gaan we even kijken naar wat er via Slido al gezegd is. We hebben jullie de vraag gesteld, wat betekent kansengelijkheid volgens jou? Dan wordt gezegd eerlijkheid, toegang, gezien worden, diversiteit, vanzelfsprekendheid, talentontwikkeling, toekomst. Hoe kijk je daarnaar, naar die woorden? Ja, mooi, mooi. Ik vind het ook, het woord talentontwikkeling vind ik ook heel mooi woord. Ook fijn dat dat ook genoemd wordt, diversiteit ook. En toegang, hè, want het wil ook zeggen van gelijke kansen wil ook, dat betekent, willen we daar, hè, willen we gelijke kansen creëren, moeten we ook zorgen dat er toegang is tot die kansen. Dat als je ze niet meekrijgt van huis uit of vanuit de plek waar je woont of leeft, dat je wel toegang krijgt tot de kansen, hè, want ze zijn er wel, maar dat je daar ook toegang toe krijgt. En dat is heel belangrijk. En nu is kansengelijkheid nationaal een issue. Maar goed, we zijn nu hier in Rotterdam. En Rotterdam is toch wel een specifieke stad, een multiculturele stad. Ja. Maakt dat de problematiek hier ook anders dan elders? In de basis niet, want gelijke en ongelijke kansen, het mechanisme, hè, dus is eigenlijk is overal hetzelfde. Mm-hmm. Waar het vandaan komt, hoe het werkt. Maar natuurlijk is het wel zo dat kansen kunnen heel erg, of ongelijke kansen kunnen wel heel erg verschillen naar de buurt waarin je woont, de wijk waarin je woont of de stad waarin je woont. En dat is heel belangrijk. Hè. Wil je ook gelijke kansen creëren, dan is het ook heel belangrijk om juist aan te sluiten bij waar je dan bent. Hè. Dus heel lokaal, dus in de wijk, in de buurt zelf en hè, dus in de stad zelf. Dus dan is het heel belangrijk om te kijken, wat leeft er hier? Wat leeft er in deze stad? En nog beter, wat leeft er in deze wijk, zeg maar. Ja. Dus dat je echt heel dichtbij komt. Ja. En we zijn hier natuurlijk ook bijeen om het ook over kunst en cultuur te hebben. Ja. En van kunst en cultuur wordt vaak gezegd van dat toch iets is wat als laatste komt. Wanneer we kijken naar kansengelijkheid, dat de taal bijvoorbeeld heel belangrijk is. Taalontwikkelingen zorgen dat leerlingen op school heel erg goed mee kunnen komen. Maar wat zou kunst- en cultuureducatie kunnen bijdragen, denk jij, aan het bevorderen van kansengelijkheid? Ja, ik denk het kan op verschillende manieren bijdragen. Het kan bijdragen door kinderen de kennis mee te geven. Hè, van wat ze hebben, de kennis, wat is dat precies? Wat houdt dat in? Wat is bijvoorbeeld een symfonieorkest en allerlei andere vormen van kunst en cultuur? Dus gewoon het kennis maken ermee. Zodat je eigenlijk een ander perspectief ook ziet als kind. Hè, want vaak zijn die dat soort activiteit of dat soort dingen worden gewoon thuis niet gedaan misschien. Mm-hmm. Een ander ding wat ik heel belangrijk vind van het kunst- en cultuuronderwijs is dat het ook een brug kan slaan tussen de school en de thuisomgeving. Daar zit voor mij iets heel belangrijks in. Ja, en hoe dan? Ik denk dat bij uitstek kunst en cultuur dicht kan komen bij de leefomgeving van de kinderen en van de gezinnen zelf. Ik denk dat je juist met kunst en cultuur de stap kunt maken en die schoolomgeving en die thuisomgeving, daar zit de kloof dus. En dat is eigenlijk het feitelijke probleem, dat niet aansluit bij elkaar. Ja. En ik denk dat kunst en cultuur een middel kan zijn om juist die brug daar wel tussen te kunnen slaan. Ja, mooi. Daar gaan we zo vast nog verder over doorpraten. We gaan vandaag de Rotterdamse aanpak onder de loep nemen. En daarvoor gaan we natuurlijk niet alleen hier op het podium met deskundigen spreken. Maar we willen ook horen van de jongeren zelf. Daar hebben we een heel mooi filmpje van opgenomen. Laten we daar heel even naar kijken. Kansgelijkheid betekent voor mij iedereen een eerlijke kans kunnen geven. Het betekent voor mij dat iedereen gehoord moet worden. Het betekent voor mij dat iedereen gelijke kansen heeft. Het betekent voor mij dat iedereen zijn talent wordt benut. Het betekent voor mij dat iedereen eerlijk behandeld moet worden. Het betekent voor mij dat iedereen een goed toekomst verdient. Iedereen moet dezelfde kansen kunnen pakken. Maakt niet uit wat je meemaakt of zo. Zo, dat komt wel even binnen. Mooi.
Dat iedereen eerlijk behandeld moet worden. Juist, ja, heel mooi. Dat ongeacht waar je geboren wordt, waar je vandaan komt, dat je dus de gelijke kans, hè, dat we allemaal dezelfde kansen krijgen, zeg maar. Ja. Is het nu tijd voor mijn gasten? Wil ik die graag naar voren roepen. De allereerste is Pamela Schaap. Zij is een sociaal bewogen theatermaker, docent en cultuurcoach in het educatieteam van Maastheater en Dans. Binnen het cultuurcoachproject Ken het dat ik u kunst is Pamela vaste gezicht op OBS Kasteel Spangen en OBS Delfshaven. Kom binnen, ga lekker zitten. Fijn dat je er bent. Ja. Fijn dat ik er mag zijn. En de volgende die ik graag naar voren wil roepen is Azim Jarmohamed. Hij is directeur van de Imelda School en een van de aanjagers van de Rotterdamse Gelijke Kansen Alliantie. Hij streeft naar gelijke kansen voor het kind door in te zetten op talenten om de problemen rondom gelijke kansen te verkleinen. Welkom. Dank je. Het is een beetje vreemd. Normaal gesproken zou iedereen zeggen en een applaus en dan wordt er geklapt. Men wordt ongetwijfeld hier thuis geapplaudisseerd. Ja. Mooi. De laatste die ik dan naar voren wil roepen is Ruben Schoon. Hij is teamleider op het Zuiderparkcollege, een VMBO-locatie hier op Rotterdam-Zuid. Afgelopen 2 jaar heeft het Zuiderparkcollege meegedaan aan een pilot van meemakers in samenwerking met KCR en de Willem de Koning Academie. Ja. Welkom ook. Dankjewel. Nou, nu zitten jullie hier en denken jullie, we gaan meteen van start. Maar nee. We gaan ook nu weer heel even naar Slido toe met een vraag voor de kijkers thuis. En wel, hoe kunnen kunst en cultuur bijdragen aan kansengelijkheid? We hebben het al heel kort even aangestipt, hè, Natasja, en hoe het een mooie brug kan vormen tussen school en de thuis. Maar ik zou ook van jullie graag willen horen hoe kunst en cultuureducatie volgens jullie kan bijdragen aan kansengelijkheid. En mochten jullie zelf ook nog vragen hebben, stel ze dan vooral via Slido. Dan komen ze hier bij mij binnen via de iPad en kan ik ze meenemen. Natasja, als jij kort antwoord zou moeten geven op deze vraag, waar de kijkers thuis zich nu ook over buigen. Dus hoe kunnen kunst en cultuureducatie kansengelijkheid bevorderen? Heb je daar dan al een concreet antwoord op? Nou ja, wat ik net al vertelde, wat een hele mooie, ik noem het ook wel vaak culturele gidsen of gidsen, is dat die juist de cultuurprofessional kan heel mooi juist voor kinderen uit of jongeren uit gezinnen waar omgeving waar minder kansen zijn, kan hij of zij degene zijn die juist wel een ander perspectief biedt. Die kan zien van ja, maar zo kan het ook. En dat vind ik een hele mooie manier waarop dat zou kunnen. Ja. Ja. En nu noemde je net al even een symfonie. Moet het er dan ook weer zo klassiek uitzien? Nee, juist niet. Want je moet heel erg. Nou, dat is de tweedeling. Hè, en dat vind ik. Kijk, aan de ene kant wil je kinderen die kennis meegeven. Omdat we weten in het schoolsysteem zoals we die hebben in Nederland. Zijn dat wel dingen die gevraagd worden. Dus als kinderen die kennis niet hebben, lopen ze alweer achter, zeg maar. Dus dat gun je ze ook. Hè, dat kinderen ook of jongeren ook juist die kennis meekrijgen. Aan de andere kant wil je juist heel graag jongeren natuurlijk in hun kracht zetten. En die gelijke kansen bieden door bij ze aan te sluiten bij de thuisomgeving. En dat vergt iets heel anders. Ja, helder. Ik ben heel benieuwd naar wat er voor antwoorden zijn gegeven. Kom vooral hierbij staan, Natasja, dan kun je meelezen. Ja. Kunst laat je verplaatsen in de ander, kennis maken met andere perspectieven, culturele achtergronden delen, door je andere mogelijkheden te bieden om je te laten zien. Het vergroot en verbreedt het perspectief van jongeren. Door meer perspectief bied je mensen andere toekomstpaden dan ze wellicht zelf eerder zagen. Nou, dan zie je maar dat ook hier inderdaad het antwoord is een bredere perspectief op de samenleving. Ja. Wat valt jou hierin op? Nou, dat vind ik fijn dat dat ook, hè, dat ook zo ervaren wordt, dat dat ook gezien wordt. Dus daar ben ik al heel blij mee. En wat ik ook daar zie staan, en dat vind ik ook belangrijk, dat had ik wel straks even over. Het gaat over zelfvertrouwen en talentontwikkeling. En dat kan kunst en cultuur natuurlijk ook doen. Hè. Dat is gewoon laten zien wat je ook kan, wat je ook in je hebt, welke talenten je ook hebt. En soms zijn dat gewoon dingen die je gewoon thuis of in je directe omgeving, die daar niet geprikkeld worden zomaar. En dat vind ik wel heel mooi. Ja, mooi. Zo, dan gaan we het nu hebben over de kansengelijkheid in het Rotterdamse cultuuronderwijs op organisatieniveau. Met jullie hier bij mij aan tafel. Azim, jij bent directeur van een school, de Imelda School. Wat doen jullie nu op school met kunst- en cultuuronderwijs? Ja, wij geven voornamelijk cultuuronderwijs. Ja? We vinden dat kunst is een onderdeel van cultuur. Dus daarom hebben we het woordje kunst hebben we al afgeschaft binnen onze school. Ja. Want men heeft het over cultuur, kunst- en cultuureducatie. En wij zijn voornamelijk gaan praten nu de laatste paar jaren over. Maar wacht eens even, kunst. Dat is toch een onderdeel van cultuur. Mm-hmm. Ja, dus wij spreken op organisatieniveau over cultuuronderwijs. Wat we dus eigenlijk al aan het doen zijn, is met elkaar het gesprek aangaan. Van
we zijn verschillend. Mogen die verschillende zijn? Ja, die mogen er zijn. Mm-hmm. Want het gaat om ieders eigen veiligheid. Een kind moet zich veilig voelen als een kind bij ons op school de lessen krijgt. Mm-hmm. Een kind moet zich ook veilig voelen in de op straat, op straatcultuur. En dat is voornamelijk het gesprek die we met elkaar aan het voeren zijn, mm-hmm, op organisatieniveau. Ja. Zodat ieder kind er mag zijn. Ja. Ongeacht zijn achtergrond. En wat betekent dat in de praktijk voor de leerlingen? Voor de leerlingen betekent het dat ze gezien worden. Mm-hmm. Ja, dat we in een bepaalde verbetercultuur met elkaar zitten. Hè? En dan komt het woordje cultuur weer naar voren. Hè? Mm-hmm. Want cultuur bepaalt toch wel hoe je met elkaar omgaat. En hoe, ja, we met elkaar omgaan, dat betekent toch dat je met elkaar elkaar respecteert. En dat je elkaar ook ziet. Ja. En dat zijn voornamelijk de waarden en normen die wij op de e-mailde school met elkaar aan het neerzetten zijn. Ja, mooi. En jij, Ruben, op het Zuiderpark College, hoe gaan jullie om met kunst- en cultuuronderwijs of cultuuronderwijs? Nou, wij hebben een aantal jaar geleden met elkaar in eerste instantie gezegd, waar staan we nou als school voor? Wij hebben een slogan, school van de toekomst in de stad van nu. Nou, wat betekent dat nu dan? Nou, en ik heb in mijn rol als teamleider gewoon gezegd, op het moment dat er op mijn pad een aantal zaken komen waarvan ik denk, hey, nu kan ik het verschil maken voor onze leerlingen. Mm-hmm. En dus ook op cultureel en kunstzinnig gebied, die kan ze gewoon beetpakken. En je zei het net al, ik heb met de meemakers de afgelopen 2 jaar, ondanks corona, toch mogelijk gemaakt om met leerlingen maatwerk te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Mm-hmm. Om ze daar ook echt wat meer in de diepte mee te kunnen nemen. Mm-hmm. En we hebben het verschil gemaakt door niet te zeggen, het is eenheidsworst, iedereen doet hetzelfde programma. Maar echt gezegd van, hé, hoe kunnen we nou kijken wat het beste aansluit bij de persoonlijke belevingswereld van de individuele leerling. Mm-hmm. En dat hebben wij dus in samenspraak met in samenwerking met de Willem de Koning Academie. Mm-hmm. Met een hele groep hele enthousiaste studenten. Hebben we dat voor onze groep leerlingen mogelijk gemaakt. Ja, mooi. En goed, ook mooi om te zien dat je dus op organisatieniveau een beslissing neemt dat je niet een schema uitzet en zegt, nou, dit gaan jullie allemaal doen. Maar dat je dus op individueel niveau bent gaan kijken wat sluit aan bij wie. Wat is er uitgerold? Wat is er gebeurd? Wat hebben ze concreet gedaan? Nou ja, om het in ieder geval mogelijk te maken, hebben wij met onze leerlingen echt gesproken voordat we het voornemens waren om te gaan doen. Van joh, wij willen dit gaan doen. Mm-hmm. Hoe zien jullie dat? Dus eigenlijk even feed-up van wat is het doel? We hebben ook gezegd, wat willen we ermee bereiken? Wat kan het jou brengen? Ja. En vervolgens kijken, willen de leerlingen dat doen? Het kan ook zijn dat ze gewoon zeggen, nou, ik sla even over. Nou, we hadden gelukkig een hele enthousiaste groep leerlingen. Het is overigens ook wel afhankelijk van hoe je het zelf aanbiedt. Hè? Als je het enthousiast brengt, dan gaan ze zo met je mee. Mm-hmm. En ook heel belangrijk dat je achteraf ook heel goed terugkijkt. Van, hoe is het verlopen? En wat kunnen wij als organisatie, als schoolniveau, ook nog weer voor de leerlingen betekenen het jaar daarna, als ze het weer gaan doen? Ja, sorry, zou je iets luider kunnen spreken? Oh, ik heb begrepen, ja, dat je niet heel goed, okay, te verstaan, ja, bent. Ja. Dus ja, dat hebben wij met onze leerlingen voor elkaar weten te boksen. Mm-hmm. Zo hebben wij met de meemakers en met die studenten van de Willem de Koning Academie uiteindelijk een ontzettend leuk programma neergezet. Ja. En heb je het idee dat het er ook toe heeft geleid dat de kansengelijkheid daarmee bevorderd is, of dat het iets gedaan heeft met kansengelijkheid? Ik heb dat gevoel. Mijn leerlingen waren net in beeld en die, ja, hadden hetzelfde gevoel. Dus ik kan alleen, ja, maar beamen, ja. Ja. Mooi. En Pamela, jij bent maker, maar je zit ook in een educatieteam en je werkt, ja, ook veel op scholen. Ja. Heel erg benieuwd, wat kom je tegen op de scholen? En heb je het idee dat kunst en cultuur ook wel echt wel ingezet wordt om die kansengelijkheid te bevorderen? Ja, zeker. Dat merk ik echt. Ik ben echt op de vloer met ze en ik zie hoe ze starten aan het begin van het jaar en ik zie hoe ze het jaar afsluiten. Dat is echt een mega verschil. Mm-hmm. En het is hard werken, hoor. Ik merk echt, zeker in het begin, en op scholen die weinig cultuur kennen of kunst kennen, merk je dat je gewoon heel erg je best moet doen om ze geïnteresseerd te maken voor het vak. Om ze te overtuigen dat ze wel belangrijk, of dat hun ideeën ook belangrijk zijn en dat dat, mm-hmm, ook waardevol is. En ze leren naar elkaar kijken, ze leren naar elkaar luisteren, ze worden gezien. Ja, dat zie je echt aan het einde van het, ja, schooljaar, zie je ze daar echt staan. Mooi. Dat is echt mooi om te zien. En wat doe je precies met de leerlingen? Ik ben theaterdocent. Mijn doel is niet om ze te leren beter te acteren. Mijn doel is om ze te leren staan voor zichzelf. Zich te leren presenteren. Dus naar elkaar kijken, naar elkaar luisteren.
creatief leren. Of ja, creativiteit mag er zijn. Zelf maken. En dat een podium geven eigenlijk. Ja. Mooi, dat zijn toch weer een aantal woorden die ik weer terug hoor komen, die we er net ook al in Slido voorbij zagen komen. Hoe luister jij hier naar, Natasja? Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind wat we genoemd hebben, het gezien worden, dat is heel belangrijk. Ja. Ik weet dat ook uit heel veel jongeren en ouders en gesproken. Op het moment dat je gezien wordt namelijk, en dat geldt eigenlijk voor ons allemaal hoor, op dat moment wordt het ook mogelijk om stappen te zetten. Dan, dan krijg je ook vertrouwen van ik kan iets, ik ben iets en ik kan ook iets in beweging. Hè? Dus dan gebeurt er vaak iets. Dan kun je ook vaak een ander pad nemen dan misschien op basis van je achtergrond verwacht zou worden. En wat ik heel mooi vind, wat jij ook vertelde, is dat het ook echt samen met de leerlingen, hè, dus je neemt ook de leerlingen, de jongeren zelf, ook heel serieus. Hè. Het gaat om hen, van wat willen zij. Soms, we noemen dat ook vaak wel co-creatie. Hè. Dus dat je echt samen iets in gang zet. Want we kunnen van allerlei mooie dingen bedenken. Ja. Maar het moet komen of passen bij de mensen, bij de jongeren en de gezinnen om wie het gaat. En wat jij vertelde, vond ik ook heel mooi dat je gewoon... En wat werd straks ook even genoemd hoor, dat kon ik het niet meer benoemen, is dat het ook een stem geeft aan jongeren. Ja, hè? En, aan, en ouders en kinderen ook natuurlijk. Maar het geeft ook een stem. En wij zijn heel talig en heel mondig. Hè? We praten hier heel makkelijk een uur vol met z'n allen. Maar dat geldt niet voor iedereen zo. En soms wil je dus jongeren wel een manier geven of leren dat ze wel zichzelf kunnen laten horen. Mm-hmm. Mooi. En wat ik ook mooi vind is om te horen dat het toch allemaal weer teruggaat naar het individu en naar dat gezien worden. Maar je moet er als onderwijsinstelling ook wel de ruimte voor hebben, lijkt me. Hoe gaat dat bij jullie? Hebben jullie daar de ruimte voor om echt elk kind individueel te kunnen zien? Nou, gelukkig, ik ben er nu 15 jaar en 15 jaar geleden hadden we was onze focus, en daar begonnen we eigenlijk het verhaal ook mee. Hè? Onze focus zit nu op de gelijke kansen. En hoe komt dat nou? Hè? Dat we nu onze focus hebben op de gelijke kansen en 15 jaar geleden niet, in mijn tijd. Mm-hmm. Waar zit het verschil nou? Toen zaten we heel erg op de cognitieve vakken. Ja? We scoorden als Nederland scoorden we iets lager ten opzichte van de andere landen op cognitief vlak. We zijn toen gaan kijken van, je moet het lef hebben om ervoor te zorgen dat kinderen met plezier naar school toe gaan. En die metingen, die werden ook gedaan, maar daar werd niet naar gekeken. Als we dan kijken waar kinderen het gelukkigst naar school gaan, dan zijn we als Nederland staan we op nummer 1. Ja? Laten we dat nou vasthouden en laten we er nou voor zorgen dat we met elkaar een veilige plek kunnen creëren voor onze studenten en voor onze kinderen. Ja? Want als ze inderdaad gezien worden, gaan ze ook groeien. Ja? Ja. En hoe doe je dat dan? Ja, door lef te hebben om niet alleen maar te focussen op die cognitieve vakken. Maar ga nou wel kijken van wat kunnen kinderen. Ja? En ga daar je focus op leggen. Dus ga inderdaad ervoor zorgen dat kinderen zich durven te aarden. Ga nou ervoor zorgen dat kinderen mondig genoeg zijn. En niet brutaal. Want die hebben we er natuurlijk ook tussen. Hè? Brutale kinderen. Maar zorg ook ervoor dat die brutale kinderen, dat je dat kan omvormen naar dat mondige. Ja, want mondig, daar bereik je meer mee. Want dat zorgt voor discussie. En als je discussie hebt, dan heb je wrijving. En bij wrijving krijg je energie. Dus je krijgt energie van elkaar. En die verschillen die mogen er zijn. Ja. En kinderen, die durven dat. Hè? En we moeten ze niet dichtslaan ermee. Ja. En monddood maken. En heb je nu in jouw ervaring, of heeft een van jullie ook in jullie ervaring, in de praktijk ook iets meegemaakt waarvan je denkt, nou, dat hebben we geprobeerd, maar dat werkt niet. We moeten een ander pad inslaan. Nou, ik heb dus het geluk dat ik dus 15 jaar geleden gewoon het lef heb gehad om juist mijn meest kritische leerkracht, ja, juist om te gaan zetten naar, ga jij nou eens even bezig zijn met alleen maar een dag lang in een atelier met kinderen en een kunstenaar te werken. Mm-hmm. Ja? Destijds stonden wij als school stonden wij er niet goed voor als het ging om onze opbrengsten. Mm-hmm. Maar ik gaf haar de vrijheid. Want zij kwam ook al naar me toe van, ja, maar Azim, als ik nou mijn toetsresultaten niet haal. Mm-hmm. Ben jij eind van het jaar, kom jij naar me toe om te vertellen van dat ik het niet gehaald heb. En ik met mijn grote mond, ik had de bovenschoolsmanager en die zei ik van, joh, ga dat nou maar gewoon doen. Dat regel ik wel, want de bovenschoolsdirecteur die is toch eindverantwoordelijk. Dus het is eigenlijk het lef, het lef pakken en nemen en hebben om ervoor te zorgen dat je toch niet alleen maar het pad bewandelt van de cognitieve vakken. Ja. En wat heeft dat opgeleverd? Nou, wat dat heeft opgeleverd is dat mijn meest kritische leerkracht mijn ambassadeur werd als het gaat om cultuureducatie. Hmm. Dat zij degene werd van, hey, wacht eens even. Ik was een half uur was ik bezig met alleen maar in het atelier werken aan dans, aan drama, aan handvaardigheid. Want dat mocht dan. En er kwamen geen methodes aan de slag. Kinderen kwamen terug in de klas en kregen daarna wiskunde of rekenen en taal. En leerlingen kwamen zelf al met andere oplossingen. En ook de fouten
die ze dus eigenlijk maakte voorheen. Dat werd niet meer gezien als fout, dat werd nu gezien als een soort leerproces, want juist van je fouten ga je leren. En dat mocht. Ja. Ja? En wat je ook kreeg is dat kinderen creatiever werden in het bedenken van oplossingsstrategieën. Ja. En dat zie je nu nog steeds gebeuren, gelukkig. Mooi. Is dit een herkenbaar verhaal? Ja. Vertel. Ja, ik zal niet met voorbeelden komen, maar het is natuurlijk wel uiteindelijk de uitdaging voor schoolleiders, directeuren, teamleiders om binnen de vrij rigide regels die er gewoon zijn in opbrengsten, rendementen, toch met elkaar te kijken naar hoe kun je nou het verschil maken met de doelgroep die je voor je hebt zitten. Ja. En de leerling van 10 jaar geleden is een hele andere leerling dan de leerling van nu. Mm-hmm. En het is best wel lastig om als docent daarin mee te gaan. Het gat tussen de doelgroep en de docent wordt elk jaar een jaar groter. Ja. Nou, en dat is een bewustwording dat als je dat op een gegeven moment even in je achterhoofd hebt zitten, dat het goed is dat mensen zoals als iemand ook gewoon zeggen, joh, wij kunnen ook wel eens een keer opnieuw naar iets kijken en even vanuit een andere invalshoek misschien hetzelfde bereiken of misschien nog net even een stapje meer. Dus daar herken ik het heel erg in en daar probeer ik ook elke dag in mijn rol zo goed mogelijk met collega's het gesprek over te voeren. Niet de oplossing aan te dragen, maar wel, jongens, kunnen we ook zaken op een andere manier aanfietsen. Ja. Nou, Azim zei net van fouten kun je leren als het gaat over de leerlingen. Zijn er ook nog valkuilen of fouten die jij hebt meegemaakt of gezien hebt waarvan je denkt, nou, dat is wel mooi iets om even aan te stippen, omdat het ervoor kan zorgen dat anderen misschien niet in dezelfde valkuil stappen? Nou, ik denk dat de uitdaging, zeker in het VMBO, en daar ben ik nu altijd werkzaam, is dat zeker ook in combinatie met cultuur, wat toch vaak een bepaald elitair karakter heeft, waar dan ook vaak moeilijke woorden worden gebruikt als symfonie. Ja. Wat voor leerlingen op VMBO basiskader en GL, misschien ook wel afhankelijk van waar ze zijn opgegroeid, soms enorm ingewikkelde woorden zijn. Ja. En het is helemaal niet erg als je die woorden gebruikt, want de leerlingen leren er wat van. En het is alleen heel erg belangrijk dat je het bewust bent dat je die woorden gebruikt. En als je ook maar even ziet, hey, ze fronsen een beetje van, dat je dan zegt, hey, welk woord gebruik ik nou wat jij niet begrijpt? En helemaal niet als afrekening, maar gewoon, joh, hoe kan ik jou daarin ondersteunen? Ja. En dan zie je dat leerlingen enorme stappen maken. En misschien wel grappig om een leuk voorbeeld. We hebben een fantastisch mooi architectonisch gebouw in Rotterdam, het Depot. Onze leerlingen waren daar ook. En die kwamen helemaal enthousiast terug. Ja, we zijn bij Depot geweest. Ja. Nou, dan is heel tastbaar. Kijk, als je het niet op dat moment zegt, hey, wat goed, vertel even. En daarna zegt, maar hoe zeg je dat nou eigenlijk? Nu vergeten ze nooit meer dat het Depot is. Ja, precies. Alleen, zij hebben totaal geen beleving of beeld of context bij Depot. Ja. En als je dan uitlegt, ja, er ligt alle restantkunst die niet meer in het museum hangt, ligt daar. Dan hebben ze er echt een bepaald beeld bij gekregen. En dat is echt de verrijking. En uiteindelijk ook het opheffen van de kansenongelijkheid die er gewoon is. Ja. 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 Mooi, ja, mooi dat je dat zegt. Want precies dat bedoelde ik aan te geven. Hè? We moeten de kinderen niet dichtslaan. En op het moment dat je direct al zegt van dat is fout. Ja. Of dat is niet goed. Joh, kinderen slaan dichterbij. Ja, dus, weer weerstand. Precies. Oh, ja, ik kan precies. Dit, Want tijdens een atelierles is alles goed. Alle antwoorden zijn goed. Ja. Ja? En, maar het sluit misschien ook bij aan wat jij net zei. Het is echt de taak van het onderwijs. En ook zeker directeuren, teamleiders. Ja. Om met de collega's, met de docenten, het gesprek te voeren over, neem nou de tijd om hierbij stil te staan. Ja. Het is vaak aan de waan van de dag, 50 minuten les in het VO, hup verder. Ja. En er wordt gezegd, Depot, oké, kom maar later een keer. Maar neem de tijd om daarbij stil te staan en ook echt het context rijk te maken, waardoor er aan verhalen vastzit, waardoor ze het nooit meer vergeten. Pamela, ik wilde ook heel even naar Jan, dat we net even het organisatorische ook weer hebben aangestipt. En die kloof die er soms is en dat je als docent maar net even de ruimte moet nemen en er echt voor moet staan. Wat is jouw ervaring op de scholen waar jij komt? Ben je echt welkom of heb je soms ook nog het idee dat er ook nog wel een soort rigide manier van kijken is naar kunst en cultuur of naar educatie? Nou, ik moet zeggen dat ik sinds ik vanuit Maas werk en vanuit of met de scholen werk die Maas dus waar Maas mee samenwerkt, dat ik dat minder heb. Maar ik heb die ervaring wel dat ik op scholen terecht kwam waar ik dan doen we even dat uurtje even drama, dan ben ik even weg, want dan heb ik even pauze, want die groep is al zo heftig. Dus ik merkte dat ik daar werd gezien als een soort oppasjuf of zoiets, en dat daar
daar niet het belang werd gezien van, ja, van wat ik daar deed. En ik merk dat waar ik nu op scholen of waar ik nu werk, dat dat daar wel meer is. Dat ik ook echt betrokken word. Ik voel me onderdeel van het team. Ik ben nauw betrokken bij het ontwikkelen van cultuureducatie, ja, op zich op die scholen. En ja, dat werkt gewoon. Je merkt ook dat weer spiegelt in de groep. En dat zij het dan ook serieuzer nemen natuurlijk. En het belang daarvan zien. Ja, mooi. Goed om te horen. We weten nu hoe jullie kijken naar en hoe jullie het hebben georganiseerd. Wat goed gaat, wat minder goed gaat, waar je op moet letten. Maar ik zou ook graag even van perspectief willen veranderen en even gaan luisteren naar wat de leerlingen er zelf van vinden. We gaan kijken naar een kort fragment ook weer van leerlingen van het Zuiderpark College. Dat je kunst en cultuur kunt ontdekken wat de verschillen zijn. Je gaat meer fantasie hebben waardoor je betere oplossingen kunt bedenken. Je gaat veel deuren openen in de toekomst omdat je het sinds jong meekrijgt. Dat je je talenten kan laten zien. Doordat je in de les bezig, creatief bezig bent, heb je later betere kansen in het leven. Wow. Dat is een hele goede meiden. Vinden jullie? Mooi gezegd. Ik denk ook dat kunst en cultuur een betere toevoeging heeft aan je leven later. Zo moet er meer aandacht aan. Want je hebt meer fantasie en je gaat gewoon betere dingen doen. Ja, het beste uit jezelf. Ja. Je kan je emoties schilderen. Ja, zo zie je maar dat de zaken die we net al benoemd hebben, dat ook de leerlingen dat ook echt wel zo voelen. Hè? Ja. Mocht je nu thuis zitten en nog een vraag hebben voor een van mijn gasten hier, stel de vraag dan vooral via Slido. Dan komt hij hier bij mij binnen en dan kunnen we de vraag meenemen. Dit waren jouw leerlingen, toch? Ja. Herkenbare geluiden ook? Zijn dit ook dingen die hardop gezegd worden tegen jou als teamleider? Ja. Ik denk dat wij als school wel heel dicht bij de leerlingen staan. We hebben een goede en een leuke band met onze leerlingen. Waardoor het heel erg laagdrempelig blijft en is. Dit is heel herkenbaar. Dit zijn onze fantastische leerlingen. Ja. Ik wilde ook nog wel weten hoe... Pamela, om even naar jou toe te gaan. En jij noemde net het symfonieorkest, dat hebben we nu twee keer benoemd. Maar ik was zelf ook wel benieuwd naar wat voor soort kunst en cultuur is iets wat jongeren nu ook echt aanspreekt. Want ik weet nog dat ik als leerling bijvoorbeeld naar de Doelen moest met school en dacht, oh, daar zitten we dan met z'n allen. Uiteindelijk liep ik daar weg en vond ik het prachtig. Ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat dat voor bepaalde leerlingen een bepaalde weerstand ook weer kan oproepen. Dat je toch liever iets anders doet. Wat voor soort kunst en cultuur moet je nou eigenlijk aanbieden? Nou ja, ik denk dat je... Het is belangrijk om te levelen ergens. Maar het is ook belangrijk om alle vormen van theater of kunst te ontdekken. Dus ook in een zaal zitten en voelen, oh, dit is niet mijn ding. Dat is ook, draagt ook bij, vind ik. Dus dat vind ik ook belangrijk, hoor. Wat ik merk, wat ze het meeste aangaat, is als het theater is wat verhalen vertelt van wat mensen echt hebben meegemaakt. Dan valt bijna theater weg en dan wordt het een gesprek. Of dan luister je naar iemands verhaal. Ik merk dat ze daar wel echt van aangaan. En daarnaast ook echt dans, met kunst, vette kunstvormen. Of hoe zeg je dat? Breakdancers bijvoorbeeld. Yeah. Dat is te gek om te zien. Van, hoe werkt dat? Wauw. Dan zijn ze helemaal mesmerized, zeg maar. Yeah. Dus dat zie je ook echt terug. Maar ja, moet ik het zeggen? Ja, als ze zich kunnen herkennen in wat ze zien en wat zich afspeelt, dat werkt, vind ik. Ja. Die wisselwerking dus tussen enerzijds kunst en cultuur en anderzijds de onderwerpen die spelen in het leven, is dat iets wat heel belangrijk is? Ja, en ik was eigenlijk wel heel erg nog nieuwsgierig van hoe dat dan werkt, zeg maar ook, hè, van wat je vertelde. Van, eigenlijk zou het natuurlijk mooi zijn dat docenten, zeg maar, gewoon dan ook meedoen in wat jij dan. Is dat ook zo gebeurd? Dat ook, gaan zij ook meedoen? Of is het echt dat je met de jongeren of met de leerling alleen bezig bent? Bedoel je, ik als theaterdocent? Ja, ik doe alles mee eigenlijk. Ja. Maar zijn er ook bijvoorbeeld, gaat ook andere docenten met jou mee? Of dat ligt er dus aan. Bij bepaalde groepen is dat echt noodzakelijk. Maar ja, je hebt ook docenten. En waarom noodzakelijk? Omdat zij dan net kennis maken met
theater en geen idee hebben en het heel eng vinden alleen om in een kring te komen staan. Dat is al heel eng, want dan word je al gezien. Dus je staat al in een, je kan alles van elkaar zien, je hele zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus als de docent dan in een hoekje op de telefoon zit, wat ik wel eens meemaak, dan helpt dat niet. Dus dan vraag ik wel eens van, oh ja, doe jij ook even mee? Ja, dan helpt dat. Dat helpt wel. Ja. Dan zie je dus maar hoe groot dat die kloof dan misschien wel kan zijn. Ja. Dat zoiets kleins al, althans voor sommige mensen iets kleins al. Het is mega kwetsbaar. Het is echt heel kwetsbaar om daar te gaan staan. Dus ja, het helpt heel erg, vind ik altijd, als de docenten meedoen. Ja. We hebben een vraag vanuit het publiek. Die zal ik even aan jullie allen voorleggen. En de vraag is, wat zou er als eerste moeten veranderen in kunstonderwijs om bij te dragen aan kansengelijkheid? En dan vorm ik hem voor jou gelijk om naar cultuuronderwijs. Ja. Nou, wat er in eerste instantie moet veranderen, en Pamela zei het net al, hè. Wat er moet gebeuren is, onderwijs is van onderwijs, zegt men altijd, hè. En de kunsten zijn van de kunsten. Maar hoe mooi is het, hè, om kunst en cultuur en onderwijs samen te pakken. Want dat versterkt elkaar. Ja? Dus wat er moet veranderen is de houding. En zet nou die leerkracht centraal. Zorg er nou voor dat die leerkracht, natuurlijk die leerling centraal, hè. Maar laten we nou ons focussen op die leerkracht. Ja? Want het is uiteindelijk die leerkracht die vervolgens een stap maakt naar die leerling. Mm-hmm. Als een leerkracht zich prettig voelt, gaat hij zich ook echt beter kunnen voorbereiden op wat er van die leerling wordt verwacht. Mm-hmm. Ja? Dus wat zou er eerst moeten veranderen? Ik denk de open houding. Van leerkrachten. Ja. Maar goed, dan kom je weer op wat je er net zelf ook al aanhaalde. Dat er toch allemaal targets zijn en dingen die behaald moeten worden. En, Dus kijk dan niet naar alleen maar, want ik geloof echt sterk, zodra een kind zich prettig voelt op school, zal die vanzelf de hogere opbrengsten creëren. Mm-hmm. Ja? Dus laten we eerst zorgen voor de veiligheid. Mm-hmm. Laten we eerst zorgen voor dat kinderen gezien worden. Bied ze structuur aan. Zorg ervoor dat ze fouten mogen maken. Mm-hmm. Met die vier componenten, denk ik, als je dat goed in huis hebt, dan komt het vanzelf wel goed. Ja. Ja? Dus laten we ons daarop focussen. Ja. En nu hebben we het over dus die gelijke kansen. Mm-hmm. En ik denk dan meteen aan een bepaald soort leerling en een bepaalde soort scholen die in bepaalde wijken staan. We hebben het daar ook al even over gehad. Dit is toch Rotterdam. Maar als we het hebben over kansengelijkheid en kunst- en cultuureducatie. Ik heb zelf bijvoorbeeld op het Erasmiaans gezeten. Een tamelijk elitaire school. Zijn daar ook nog dingen te bedenken voor dat soort scholen? Hoe gaan we daar met kunst en cultuur om? Nee, hartstikke. Ik begon denk ik het verhaal ook al met cultuur is, ieders cultuur mag er zijn. Mm-hmm. Ja? Dus mijn cultuur is net zo belangrijk als de Nederlandse cultuur. Ja? Want ik ben hier geboren. Maar ik ben vanuit een islamitische opvoeding ben ik opgevoed. En ik heb ook nog eens een keer Hindoestaanse roots, dus vanuit Suriname. Dat betekent dat ik er ook mag zijn. Mm-hmm. Ja? Waar ik voorheen, ik heb altijd geroepen, ik ben Nederlander. Ja? Ik heb altijd geroepen, ik ben Rotterdammer. Tot het moment dat je met inderdaad de autochtoon in gesprek kwam over bepaalde dingen. Mm-hmm. En je begon er zelf ook mee van, ja, ik ben zelf ook in Rotterdam opgegroeid. Toen hadden we het er niet over. We hebben nu te maken met een nieuwe generatie. Een nieuwe generatie die hier is opgegroeid. Die hier ook een biculturele achtergrond heeft. Ja. Maar die culturele achtergrond, die mag er ook zijn. Ja. Dus laten we alsjeblieft het gesprek aangaan met elkaar. Om ervoor te zorgen dat we Nederlanders sterker kunnen maken. Ja, zou je dan dus ook kunnen stellen dat kansengelijkheid of kansenongelijkheid, dat ook langs etnische lijn voeren is? Hartstikke. Dus dat eigenlijk ook iets is wat wel hardop uitgesproken moet worden? Dat mag uitgesproken worden, want het komt van twee kanten. Mm-hmm. En we zien in Rotterdam 180 nationaliteiten of mensen met biculturele achtergrond. Dat zijn allemaal wel Rotterdammers. Mm-hmm. Zijn allemaal wel Nederlanders. Ja? En laten we er nou alsjeblieft voor zorgen dat we met elkaar het gesprek blijven voeren. En dat we met elkaar er mogen zijn. Want dat zorgt ook voor kansengelijkheid. Ja. Natasja, biedt dat verschil in culturele achtergronden een soort extra
ja, probleem is misschien niet het juiste woord, maar een horde die weer te lopen is om die kansengelijkheid te bevorderen? Of te... Nou, ik, als het gaat over kansengelijkheid of kansen bevorderen, wil ik eigenlijk gewoon, wil ik gewoon eerder kijken, zeg maar, naar het plaatje van God, wat voor een niet zozeer naar migratieachtergrond, maar vooral ook kijken van oké, wat is er thuis aanwezig? En dat kan een autochtoon Nederlands gezin, een migratiegezin zijn, maar vooral wat is er thuis aanwezig? Dat vind ik heel belangrijk. En natuurlijk zijn er allerlei soorten culturen, maar voor mij is dat vooral zit het er vooral in van wat is er, welke vaardigheden hebben bijvoorbeeld ouders om mee te geven aan hun kinderen, om hun kinderen te begeleiden, zeg maar. Mm-hmm. En dan maakt het mij niet, migratieachtergrond maakt voor mij dan niet zoveel uit. Daar zit voor mij vooral daar zit een belangrijke. Maar goed, dan hebben we het over de thuissituatie. Je kunt het natuurlijk ook doortrekken, want kansengelijkheid of kansenongelijkheid zit niet alleen in wat je meekrijgt vanuit huis, maar ook de kansen die de samenleving, die vanuit school geboden kunnen worden. Ja, en juist die aansluiting daarbij, die is natuurlijk heel belangrijk. Hè, en dat is een beweging van beide kanten. Hè. Dus het is en dat vind ik zo, we hadden het net al over, hè, dat daar zit voor mij de kunst en de cultuur heel duidelijk als een mogelijke brug tussen, om juist die verbinding te maken tussen thuis en school. Hè, want daar zit die kloof ook. Ja, mooi. Ik heb hier nog een vraag. Welke vorm van cultuureducatie moet je aanbieden? De vorm waarbinnen alle talenten aangesproken worden, ook verborgen of minder uitgesproken talenten? Dus gaan we weer heel concreet naar wat voor soort vorm cultuureducatie moet je aanbieden? Wat ben jij tegengekomen toen je met je leerlingen ging spreken over de samenwerking? En, nou, dat leerlingen in de doelgroep waar ik mee werk, 12 tot 16, 17, enorm geneigd zijn om terug te pakken op iets wat ze al kennen en wat ze ook over het algemeen dan ook goed kunnen. Mm-hmm. Dus ik heb pianoles gehad en ik moet iets met kunst doen, dus ik ga maar piano spelen. Dat neemt niet weg dat jij dan ook kunt zeggen, oké, ik pak een marimba, dat is ook gewoon melodisch, maar dan doe je dat met slagwerk. Of je wordt uitgedaagd om niet achter een muziekinstrument te zitten, maar je gaat meer dansen of je gaat zo. Nou, je hebt net hele mooie voorbeelden gegeven. De hippe cultuur is de hip-hop cultuur. Breakdance is natuurlijk heel gaaf, maar waarom zou je dan niet ook met leerlingen kijken die graag dansen? Ja. Laten we nou eens het palet aanbieden van klassieke dans. Ja. Dus ga maar eens proberen om op spits te staan. Ja. Dan weet je in ieder geval waarom het wel of niet leuk is en waarom je het wel of niet kan. Ja. Naast dat je misschien met breakdance veel meer affiniteit hebt en dat je dat ook goed kunt. Ja. Nou, en ik denk dat daar echt de kracht zit voor scholen, maar ook voor iedereen die met jongelui werkt. Hoe zorg ik ervoor dat je niet terugvalt in een bekend patroon, maar dat je ook wordt uitgedaagd op de patronen die je niet kent. Ja. Daarmee bouw je natuurlijk een enorme repertoire op. En ik denk dat uiteindelijk de uitdaging is. Hoe breder het repertoire, hoe meer je de kansengelijkheid voor leerlingen in verschillende settingen hebt aangeboden. En hebben jullie nog een balletster ontdekt? Nou, de balletster en het breakdance heb ik hier te plekken verzonnen, maar ik zie heel regelmatig dat wij, als we niet genoeg tijd nemen, leerlingen niet zeggen van joh, ik zie dat je dat al goed kunt. Je hebt dat talent al ontdekt. Je hebt je daar ook al in verdiept en verbeterd. Wat maakt dan dat je dan niet zegt, ik wil veel meer in de breedte in plaats van in dat hele smalle blijven zitten? Ja. En ik denk dat dat ook wel de basis is van de ongelijkheid die op Rotterdam-Zuid heerst, of misschien wel in Nederland. Dat op het moment dat je zo smal wordt opgevoed, of je groeit op in een heel smal beeld, terwijl er nog buiten dat perspectief veel meer is. Ja. Dat maakt dat je uiteindelijk gewoon eigenlijk in een verschraalde situatie terechtkomt. Ja. En dat is niet alleen met kunst en cultuur. We zien het ook met keuzes in het VMBO. Welke afdeling ga ik kiezen? En op welke route ga ik om het vervolgonderwijs te doen? Ja. Dus het is wat mij betreft veel breder dan alleen dit item. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik alle dingen die ik heb gehoord heel herkenbaar zijn voor mijn doelgroep. Ja. Of onze doelgroep. Ja. Ja. Hebben jullie ook nog de ouders verder betrokken bij het aanbieden van kunst- en cultuureducatie? Want zij zegt net heel terecht, het is een wisselwerking van beide kanten. Nou ja, laat ik daar ook heel eerlijk over zijn. We hebben de ouders meegenomen in het feit dat wij iets gingen doen wat niet gebruikelijk was. Mm-hmm. Met studenten van een hbo-opleiding, docentenopleiding, die hun kind individueel in heel kleine groepjes van twee mensen meenamen. Mm-hmm. De interventie zat er vooral in. U kunt er echt blind op varen dat het veilig gebeurt, ook in COVID-tijd. Dat er geen gekke dingen gaan gebeuren. En de docenten van de school, wat jij ook heel duidelijk zei, zijn ook aanwezig. Mm-hmm. Maar we hebben heel bewust gekozen om dan de metrotocht echt plaats laten vinden met twee leerlingen van ons, met twee studenten, en dat je daar niet als docent weer bij zit. Ja. Maar we wisten gewoon, ze zijn daar en daar, en we lieten ons gezicht ook zien. Ja. En dan creëer je in ieder geval de interactie,
dat de leerling met student heel leuk is. Maar ook dat ouders wel voelen van, hey, de school die probeert echt het verschil te maken voor ons kind. En soms waren vragen heel basaal. Of ja, maar wat gaan ze dan doen? Is het wel veilig? Maar ook van, oh, wat leuk. Maar gaan jullie dan ook daar en daarin? Dus dat ouders ook tips gaven van, hey, ik weet niet of mijn kind dat heeft gezegd, maar ik weet nog iets heel leuks in Rotterdam. Mm-hmm. Nou, dat hebben we proberen zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. En dat heeft geresulteerd in 2 keer een cohort leerlingen die dit hebben mogen meemaken. Ja. Ja. Leuk. En hoe zit het bij jullie, Azim? Ja, het is wel heel grappig. Hè? Dat is natuurlijk mijn ervaring was van, dan sta je altijd tijdens een algemene ouderavond sta je te promoten van, ja, we gaan heel veel leuke dingen doen dit jaar. En op een gegeven moment heb je een heel mooi verhaal heb je gehouden over de kunstprojecten of met de kunstenaar. Dat je dan vertelt van, ja, we gaan dit jaar nog naar de Doelen, omdat we dan meedoen aan een muziektraject. En wat je dan uiteindelijk dan jammer genoeg dan krijgt, dan komt er zo'n laatste vraag van een ouder. Maar meester Azim, de CITO-resultaten mogen er toch niet onder lijden. En dan denk je van, oh, dan heb ik net zo'n mooi proloog gehad. En dan is het toch nog op een of andere manier, ja, maar de CITO-toetsen. Ja. Ja? Nu, jaren later, is het zo mooi dat die ouders nu vragen, hey, meester Azim, wanneer gaan ze nou een keer naar het Van Gogh Museum? Mm. Of wanneer mogen ze nou een keer de nachtwacht gaan bekijken? Maar dat komt alleen maar omdat je die ouder erbij betrekt. Ja? We hebben het net over leerkrachten erbij. Maar die ouder er ook bij. Laat die ouder nou meedoen met zo'n atelierles. Laat die ouder nou meedoen met die leerkracht en die kunstenaar tijdens een atelierles. Nou, dan gebeuren hele mooie dingen. Want ze leren van en met elkaar. En Oké, maar die CITO-toetsen en die scores zijn uiteindelijk toch ook altijd wel weer belangrijk voor de keuze vervolgens naar het middelbaar onderwijs. En wat is er gebeurd met de CITO-scores? Wat er nu is gebeurd, hè, de afgelopen, ik kan nu al voorspellen, hè, en dat is nou het mooie van als je nou met elkaar gelooft in eigen kunnen van kinderen, maar ook eigen geloof van eigen kunnen van de leerkrachten. Mm-hmm. Wat er gebeurt is dat ze wel geloven in de toetsen. We hebben de afgelopen jaren staan we hoog met onze, of hebben we altijd boven het landelijk gemiddelde gescoord met onze populatie kinderen waar een lage die komen uit een lage sociaal-economische situatie, waarbij onze CITO-scores die kan je vergelijken met kinderen uit een hoge sociaal-economische situatie. We hebben afgelopen jaar hebben we de inspecteur op bezoek gehad en die normaal gesproken is een inspecteur die zit achter in de klas en die is constant aan het pennen van wat er allemaal goed gaat en wat er minder goed gaat. Ik heb hem bewust een les laten zien in een atelier waar de kunstenaar en de leerkracht bezig waren en waarop hij eigenlijk helemaal niks heeft opgeschreven, waar hij op het puntje van zijn stoel zat en zegt van, zo moet het onderwijs zijn. Hmm. Want wat daar gebeurde was, er kwam taal kwam ter sprake, rekenen kwam ter sprake. Er waren kinderen die zichzelf durfden te presenteren. Er werden open vragen gesteld. Er werden vragen naar elkaar toegesteld. Er werd gesproken over Papua-Nieuw-Guinea. Er werd gesproken over de Minotaurus. Waarbij de inspecteur zegt, wacht eens even. Dit zijn toch kinderen met de laag sociaal-economische situatie. Maar die werden ook doorverwezen naar het Erasmiaans of naar het Marnix. En dat wil je hebben. Ja? Want die brede culturele opvoeding die je eigenlijk meegeeft. Mm-hmm. Dat is net het stapje wat je meegeeft om een kind toch door te verwijzen naar het gymnasium in plaats van naar het ateneum. Mm. Mooi. Ja. Jij zit ook helemaal mooi mee te knikken. Ja. Hè? Ja. Ja. Als ik daar iets aan toevoegen. Natuurlijk. Wat ik leuk vind aan kunst en cultuur. Op het moment dat de leerlingen op een gegeven moment zich sanang voelen, ze zijn bezig, valt elke klasse van basiskader, GL, TL, HAVO valt helemaal weg. Mm-hmm. Het is heel gek dat we het Nederlands onderwijssysteem nog steeds zo rigide blijven invullen, terwijl die kinderen bij hockey of bij voetbal of wat dan ook allemaal door elkaar zitten. En zodra die ouders over diezelfde leerlingen gaan praten als het over opleidingsgraad gaan, is het opeens, ja, die zit maar op het VMBO. Terwijl die misschien net zo goed is in het hockeyteam of in een voetbalteam, wat ook, in een bijdrage in het geheel. En dat is ontzettend leuk, van leerlingen uit de normale context halen en meenemen in dit soort leuke programma's. Dan zie je totaal andere leerlingen. En juist die leerlingen die vaak minder goed uit de verkoop, die kunnen dan op een gegeven moment echt shinen. Ja. Nou, dat is ook wel heel herkenbaar wat jij zegt. En de opvoeding van ook die ouders, als het gaat om, hè, cultuuronderwijs, dat ze op een gegeven moment leren, dat ze niet meer alleen maar rigide vragen over, maar die CITO gaat er niet onder lijden, maar dat ze inderdaad echt de vragen stellen, maar wanneer gaan ze dan naar het Van Gogh Museum? Ja. Of gaan ze maar door? Nou, dat is ook een stukje waar we natuurlijk met deze sociaal-economische doelgroep, dus ook die ouders, mee bezig zijn. Ja, mooi.
Ik had precies zo'n voorbeeld, als ik een voorbeeld mag geven. Natuurlijk. Deze week met een groep 8 van een basisschool. We waren bezig met de afscheidsvoorstelling. En helemaal enthousiast. Er was veel energie. Oh, en zullen we dit doen? En zullen we dat doen? En helemaal in het creatieve proces. En toen kwamen de CITO-uitslagen, of de, hoe heet het tegenwoordig? Nee, CITO-uitslagen. Ja, CITO-uitslagen. Ja, die kwamen. En de sfeer veranderde meteen. De kinderen die het meest enthousiast waren, waren de rest van de dag waren ze stil, verdrietig. Ik was even vergeten hoeveel impact dat heeft en hoeveel druk daarop ligt. En ik zag meteen dat ze daardoor ook geen zin meer hadden. En het idee dan hadden van het maakt toch allemaal niet meer uit wat ik doe. Mm-hmm. Dat vond ik zo heftig om te zien. Ik was dat even vergeten hoeveel impact dat heeft. Hoe ben jij er dan mee omgegaan? Ook dat je toch op zo'n moment bezig bent met die leerlingen? Ik heb ze afgeleid. Ja. Dus ze hadden eerder meegedaan aan een project vanuit Maas. En dat hadden ze gewonnen en dat wisten ze nog niet. Dus ik had, ik had dat even een mooie later prijs voor ja, ze. Ja, toen was het weer even, yay! Even vergeten. Maar ik ging wel naar huis met het idee van, oh ja, zij gaan met die CITO-uitslag gaan ze ook naar huis. Mm-hmm. En dat nemen ze dan mee. Ja, ja. Ja, triest. Ja. Ja, eigenlijk gaat dat een beetje over. We hebben het nu heel erg over gelijke kansen en hoe we dat willen creëren, bevorderen en zo. En we richten ons heel erg op de leerlingen of de ouders. En dat is ook hartstikke goed. Maar waar jij het over hebt, is dat de drempels, het systeem, zeg maar. Daar moet natuurlijk ook in echt nog iets gebeuren. Dat die CITO nog zo bepalend is, zeg maar. Op deze leeftijd ook. Ja. Kijk, dat is natuurlijk iets wat we niet uit moeten vergeten. Dat ook belangrijk is. Hè? Ja. En tegelijkertijd, hè, als je het hebt over inderdaad gelijke kansen. De CITO was ooit bedacht om inderdaad gelijke kansen te bevorderen. Klopt. Voor de arbeidersgezinnen. Ja. Waarvan ze destijds toen hadden gezegd van, hé, wacht eens even, jij komt uit de arbeidersgezin. Ja. Jij kan nooit de dokter of arts worden. En dat hoeft ook niet, hè. Maar het was juist om die kinderen net even dat duwtje door te geven van, nee, ook jij mag arts of advocaat worden. Dat was bedoeld als een objectieve meting, hè? Ja. Oh, ja. En terwijl dat nu zo omgekeerd is naar andersom. Ik had nog een stelling voor jullie voorbereid. Ik denk dat ik een beetje het antwoord al zo kan gissen, maar ik ga hem toch in de groep gooien. Kinderen die op school intensief met kunst en cultuur in de weer zijn geweest, zijn beter uitgerust om goed mee te draaien in onze samenleving. Ja, dat hangt er vanaf. Oké, cultuur. Ik zal geen kunst en cultuur meer zeggen. Nee. Maar vertel. Nee, het hangt er helemaal vanaf van hoe het aangeboden is. Ja. Ja, en met aangeboden is het juist op die manier gedaan. Ja. Want we kunnen ook wel zeggen, we kunnen ze allemaal stampen met dit moet je doen, dat moet je doen. En je moet even naar de doelen geweest zijn. Maar het proces daarnaartoe is belangrijk. Ja, het gaat niet zozeer om het product. Ja. Ik heb altijd geroepen, je had het over fouten maken. Ik heb altijd geroepen, we gooien alle methodes de deur uit. Mm-hmm. En voem, ik kreeg het hele team over me heen. Ja, 15 jaar geleden. Toen dacht ik, oké, dit is mijn eerste fout. Die kan ik dus niet maken. Maar nu 15 jaar later is het van, Azim, we hebben toch geen methodes meer nodig. Dit kunnen we toch op deze manier zelf doen. Mm-hmm. Ja? En ik denk dat dat belangrijk is. Even het kort dan ook nog. Want je hebt nu een aantal keer atelierklassen genoemd. Ja. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Nou, in de beginfase was het voornamelijk eerst de kunstenaar die voornamelijk kunstlessen deed. En de leerkracht zat er per se bij, want dat wilde ik. Er moest een symbiose ontstaan tussen de leerkracht en de kunstenaar. Wat er werd gedaan is, mijn simpelste voorbeeld is altijd van, ik zat achter in de klas en wat er gebeurde is, de 10 vragen die gesteld werden door de leerkracht waren er 9 gesloten en 1 open. Terwijl de kunstenaar die dezelfde les deed, er waren 9 open vragen en 1 gesloten vraag. Dus daar zag je al een verandering in. En wat we nu aan het doen zijn, is met elkaar dat niet alleen de kunstenaar de les geeft, maar de leerkracht geeft de les en de kunstenaar die geeft feedback op de les. Mm-hmm. Ja? Dat is het proces wat je nu gaat doen. En als je zegt kunstenaar, is het dan zo breed als de kunsten zijn? Of? De kunsten zijn, ja. Want je hebt verschillende. We hebben drama, we hebben beeldende kunst en zo ga je door. Ja, mooi. Ja. Ik wil van jullie eigenlijk ook nog heel kort antwoord op mijn stelling. Weet je hem nog? Nou, ik ben helemaal gebiologeerd aan het luisteren naar zien. Kun je hem nog een keer halen? Ik zal hem herhalen. Kinderen die op school intensief met kunst en cultuur in de weer zijn geweest, zijn beter uitgerust om goed mee te draaien in onze samenleving.
Dat is afhankelijk van het repertoire wat ze tijdens die les hebben opgebouwd. Ja. Hoe breder dat repertoire, in het voorbeeld van ik speel piano en ik blijf dat doen, ja, dan kun je dat trucje misschien heel goed, maar de maatschappij vraagt een veel breder aantal goed ontwikkelde competenties. Zeker. Dus ik denk dat het een enorm goede bijdrage kan leveren. Maar ja, helemaal afhankelijk van wat je als school eruit hebt gehaald. Ja, ja, dat denk ik ook. En ja, dat sluit ik me eigenlijk helemaal bij aan. Ja. Ja. En als we het hebben over gelijke kansen, dan vergt dat ook, hè, want een ongelijke ondersteuning of ongelijk aanbod. Hè, wat je zegt van, hè, je had er straks op een bepaalde scholen is wel heel erg veel aanbod. Maar het gaat juist over waar dat niet is. Maar dan is het ook belangrijk om te kijken van hè, om gelijke kansen. Dan moet er ook iets ongelijks aangeboden. Want als we allemaal hetzelfde doen, dan werkt het niet. Hè, dan blijft die kans ongelijk. Ja. En dat vind ik wel heel mooi verteld. Dat perspectief breder wordt. En dan echt wel goed focussen. Ja, maar wat dan? Hè? Ja. Dus wat is er nog niet? En dan juist daarop insteken. Ja. Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen alweer van het programma. Maar ik wilde toch alles nog eventjes kort soort recappen en concretiseren. En aan jullie voorleggen of jullie nog een aantal do's en don'ts hebben. Voor de kijkers thuis. En nou ja, hou vooral in je achterhoofd dat dat onder andere docenten zijn bijvoorbeeld. Maar ook creatievelingen. Pamela, om bij jou te beginnen. Wat zou jij als do of don't mee willen geven? Nou, de don't is voor mij het kunst elitair maken, onbereikbaar maken. Dat is voor die, dat is niet voor jou. De do is dus daarbij automatisch, maak het van hen. Ja, introduceer het, dat ze zich erin kunnen herkennen. En dan vanuit daar kunnen kijken naar wat er nog meer is binnen de kunsten. Maar ja, maak de drempel niet zo hoog. Dat zou ik zeggen. En hoe zorg je ervoor dat je de drempel niet te hoog maakt? En ik kan me zo voorstellen dat het, ja, dat er soms toch ook een kloof is tussen docenten of docententeam en de leerlingen zelf. Ja, daar onderzoek doen naar wat speelt er bij hen. En goed kijken naar je groep. Waar hebben zij behoefte aan? Wat is er aan de hand? En ja, echt onderzoek gaan doen, denk ik, dat belangrijk is. En dus op die manier levelen met ze. Misschien ook wel wat Ruben al aangaf. Vraag het ze ook misschien gewoon. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Azien. Ja, ik zeg altijd van kijk niet alleen naar de cognitieve vakken. En heb het lef om ook gewoon te kijken, niet ook gewoon, heb het lef om te kijken naar het gehele aanbod en talent van het kind. Heb het lef om dat goed te onderzoeken. Ja, ja. Mooi. Ruben? Doe. In het onderwijs is het toch heel erg lastig om onderwijskundig heb je echt wel een duidelijk beeld waarom je het wil doen. Maar het gaat altijd over de middelen, het gaat altijd over de tijd. Je hebt 10 redenen om het niet te doen, zoek die ene reden om het wel te doen. Don't. Ga het niet invullen. Laat het, wat jij net ook zei, open vragen stellen. Laat die leerlingen zoveel mogelijk praten. Er komen vaak heel veel dingen uit waar je als volwassene helemaal niet zo naar hebt gekeken. Die het weer een hele andere invalshoek kunnen geven. Dus beperk het niet te veel. Het kader het niet te veel in. Ja. Nou. Mooi ook wel. Ik denk ook wel lastig voor de kijkers thuis. Omdat soms het eerste waar ik natuurlijk zelf ook al aan dacht. En de kramp waar ik zelf ook al inschoot. En ik ben niet eens een docent. Is ja, maar het gewone onderwijs dan. Het reguliere onderwijs dan. Ja. Hoe zet je jezelf daaroverheen? Dat je niet meteen in die kramp schiet. Nou, kijk, dat je in die kramp schiet, dat moet je ook gewoon weten. Dat gebeurt. Makkelijk voorbeeld. Dit jaar met de meemakers. Dat is voor de meivakantie 3 of 4 weken ervoor. We zaten natuurlijk volop in corona. We hebben uitgelegd aan ouders, het is allemaal buiten. We gaan een apart programma kijken waar ze uit kunnen kiezen. Maar de dag dat het moest gebeuren, dat ze echt de deur uit ging, was een van de dagen dat er echt weer werd gezegd in Rotterdam. Jongens, het gaat helemaal fout. Toen heb ik ook gezegd, jongens, dit kan niet. Nou, toen hebben we toch even met elkaar bij elkaar gezegd, wat kan nou wel en wat kan er niet? Nou, dan kom je toch op, terwijl je zelf in de kramp schiet op dat moment, van ja, ik ben verantwoordelijk en als het nu fout gaat, dan kijken al die ouders over me heen. Is het dan toch goed gegaan? Dus blijf zoveel mogelijk toch naar de mogelijkheden kijken. In plaats van even te zeggen, nou, ik heb een onmogelijkheid te pakken. En daarom hoef ik het niet te doen. Het is uiteindelijk ook voor deze groep leerlingen weer een enorme verrijking geweest van hun repertoire. Ja. Dus ja. Oké, herken die kramp en kijk dan vervolgens naar wat je kunt doen. Ja. Ja, als je echt kramp krijgt, dan kan je zeggen, ik heb kramp. Dan weet je ook wat je moet doen om er vanaf te komen. Inderdaad. Nou, probeer die oplossing te zoeken om van die kramp af te komen. Moet je even een beetje rekken. Ja, zo simpel kan het soms ook zijn, hè? Als je gewoon dingen moet organiseren. Ja. Mooi. En Natasja, voor jou wilde ik tot slot ook nog weten hoe cultuuronderwijs eruit ziet dat gelijke kansen bevordert. Een hele grote vraag, ik weet het.
Maar ik kan me zo voorstellen dat je daar antwoord op hebt. Nou, het is een hele grote vraag. En ik denk dat we hier al heel veel mooie dingen hebben gehoord. Hè, van hoe het eruit kan zien. En ik denk eigenlijk de gemene delen die hier ook neergelegd is. Dat het gaat over zien wie je voor je hebt. Hè. Dat je met kunst en cultuur kunt aansluiten bij de leerlingen. Bij de ouders ook. Die je voor je hebt. En dat is denk ik kunst en cultuur. Kan daar echt heel erg van waarde zijn. En daar hoef je niet een kunst- of cultuurdocent voor te zijn. Dat geldt voor alle docenten hè, in het onderwijs. Het is nog best wel eens lastig om je te verplaatsen in de leefwereld van je leerlingen. En ik denk dat daar kunst en cultuur een middel kan zijn om dat te doen. Mooi. Zo, dan zijn we hiermee tot een einde gekomen alweer van dit uur. Kansengelijkheid is naast taal, burgerschap en vakmanschap een van de centrale thema's van Kunstpact. Kunstpact werd aan het begin van dit jaar al afgetrapt. Jullie hebben ongetwijfeld de informatiebijeenkomst voorbij zien komen. Kunstpact is het Rotterdamse programma van cultuureducatie met kwaliteit en zet zich in voor succesvolle samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen. En KCR faciliteert en coördineert dit in Rotterdam. Wil je meer informatie over Kunstpact of meteen een projectplan indienen? Dat kan op de website kc-r.nl/kunstpact. Wil je in september ook al aan de slag? Dan moet je er snel bij zijn, want de deadline is al op 18 juni. Als dat niet haalbaar is, dan is er nog een tweede deadline en dat is namelijk 1 november. Mocht je die deadline ook niet halen, niet getreurd, dan is er altijd weer volgend jaar. Je keek weer naar een aflevering van Debatmeester. Mag ik jullie, de kijkers thuis, hartelijk bedanken voor het kijken. Maar uiteraard ook mijn gasten hier bij mij in de zaal. Natasja Notte, Ruben Schoon, Azim Jarmohamed en Pamela Schaap. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Ik wens jullie nog een hele fijne avond.